Kijk, dit is nou een mooie aanbieding, hè? Onbeperkt golf. Onbeperkt golf. Hé, dat is wel leuk. We hebben het over golven. Dus stel je voor, je hebt niet een golfbal, maar die bal is eigenlijk stiekem een elektron. Is het dan ook nog steeds onbeperkt golf? Nee, dat kan niet, hè? Het zijn allemaal specifieke situaties voor elektronen. Dus daar gaan we het hebben. Beperkte golven, oftewel kwantisatie. We kijken eerst weer eventjes naar zo'n elektron. Maar we pakken eerst gewoon een golfbal. Stel je voor, die hou ik vast op een bepaalde hoogte boven de grond. Nou, dat betekent dus dat de snelheid 0 meter per seconde is. Oftewel, welke energie is dan 0? Precies, de kinetische energie. Hij heeft natuurlijk wel een energie omdat hij een bepaalde hoogte heeft ten opzichte van de grond. Oftewel, omdat de hoogte maximaal is, kun je zeggen dat de hoogte of zwaarte-energie maximaal is. En zwaarte-energie of hoogte-energie, dat is een vorm van potentiële energie. Potentiële energie, de energie dat iets heeft, omdat hij zich bevindt ten opzichte van iets anders. In dit geval dus, het balletje bevindt zich op een bepaalde hoogte boven de grond. Daarom heeft hij potentiële energie. Goed, laten we hem eventjes loslaten. En bats op de grond. Tijdens de val naar beneden neemt de snelheid toe, dus kinetische energie neemt toe. De hoogte neemt af, dus de potentiële energie neemt af. En hij komt op de grond. Daar is de snelheid maximaal en de potentiële energie minimaal. Hij stuit weer omhoog en is net omgekeerd natuurlijk, dan neemt de snelheid af. Dus de kinetische energie neemt af, de potentiële energie neemt dan juist toe. En let op, hè, de snelheid onder is maximaal, eerst maximaal naar beneden toe, maar als je weer omhoog gaat, dan is het natuurlijk maximaal omhoog gericht. In ieder geval is het daar wel dat de potentiële energie minimaal is. Nou, zo kan hij natuurlijk heen en weer stuiten, dat het een lieve lust is. En tijdens deze beweging is één ding in ieder geval constant. En dat is de totale energie. En dat zegt de wet van behoud van energie. Die zegt dat als ik de energie en de andere energie bij elkaar optel, dan blijft het altijd een constant getal. De wet van behoud van energie. En dat is met een golfballetje hier zo, met een stuit. Maar ook, kijk, alweer een golfballetje in zo'n halfpipe. Nou, we brengen het balletje eventjes, hoppakee, op die hoogte en we laten hem los. Zo. Ja, en je ziet dus dat hij links en rechts allemaal potentiële energie heeft. En die twee, als er geen wrijving is, is links en rechts evenveel. Maar je ziet dus ook dat hij hier niet uit kan. En dat komt omdat die potentiële energie te klein is om te kunnen ontsnappen. Onderaan, ja, als we daar in de hoogte 0 zetten, is de potentiële energie 0. Natuurlijk geldt hier wel de wet van behoud van energie. Dus daaronder heeft hij maximale energie. Dus daar is de kinetische energie aanwezig. En die kinetische energie daar is constant, want op het horizontaal deel is de snelheid constant. Dus is de kinetische energie daar constant. We verlaten de halfpijp. En we kijken alleen naar het horizontale deel. Links en rechts wanden loodrecht omhoog. Dus hij bevindt zich steeds op een hoogte 0. Oftewel, overal is de potentiële energie 0. Dat betekent dus dat ook overal hij een constante kinetische energie heeft. Nou, links en rechts zijn de wanden omhoog gaan. Zodat links en rechts, ja, hij totaal niet kan ontsnappen. En die wanden zijn oneindig hoog. We noemen dit een deeltje in een eendimensionaal doos. Ja, dus een deeltje kan maar in één richting heen en weer bewegen en hij kan er niet uit ontsnappen. Links is de afstand 0, x is 0. Rechts noemen we het eventjes L, zodat dus de doos een breedte L heeft. Nou, laten we eventjes schematisch doen. Eventjes een x-as, zo. Dat is horizontaal. Verticaal zetten we de potentiële energie uit. En we kijken dus even naar x is 0 en x is L. Links en rechts gaat het loodrecht omhoog. En dan heb je dus dat binnen in de doos de potentiële energie 0 is. Als ik links en rechts ga kijken, dan is de potentiële energie oneindig hoog. Ja,
Oftewel, dit is in feite een schematische voorstelling hoe de potentiële energie is in een eendimensionale domein. Dat deeltje in het eendimensionale doosje. Maar het is eigenlijk geen deeltje natuurlijk. Hè. Tenminste, als we naar een elektron bekijken, dan moeten we eigenlijk spreken over ja, een deeltje of een golf. Het is eigenlijk beiden. Oftewel, we spreken over een materiegolf in zo'n eendimensionaal doosje. En we kijken eventjes van hoe gedraagt zoiets zich nou in zo'n doosje. Eerst eventjes rechts bekijken. Ja, als je het deeltje rechts bekijkt, dan heeft hij dus een snelheid naar rechts. Maar hij stuit terug, dus heeft ook tegelijk een snelheid naar links. Nou, eerst naar rechts, dan naar links. Dat betekent dus dat er snelheidswisseling is. Oftewel, heel eventjes zal daar toch de snelheid 0 moeten zijn. Oneindig kort, maar het is er wel. Hetzelfde natuurlijk aan de rechterkant. Ja, dan heb je een snelheid naar links en stuit terug naar rechts. Dus ook daar is er een snelheidswisseling, dus daar is hij ook even 0. Nou, als je dus een golf hebt en links en rechts moet je even stilstaan, dan is de meest simpele vorm van zo'n golf is deze. Ja? En ik hoop dat je ziet wat er gebeurt, want dit is een staande golf. De meest simpele, de grondtoon zou je bij trillingengolven zeggen. En één energie verder is deze ook mogelijk. Weer een staande golf en in het midden is er een extra. Dit is de volgende en je snapt natuurlijk, zo zijn er heel veel mogelijkheden over. Ja, oftewel, een materiegolf, ja, je zal een staande golf gaan creëren in het golf. Op zijn laagste niveau kan je deze vorm aannemen. Eén niveau hoger krijg je deze, ja. En dan krijg je dus iedere keer die staande golven te zien. Iedere keer komt er een halve golflengte bij. En bij iedere staande golf hoort een energie. Ja, E1 en zo gaat hij naar boven tot en met E4. En natuurlijk, hij gaat iedere keer wel verder, maar ik heb hier niet genoeg ruimte. E1 tot met E4 hebben we ook gehad bij het atoommodel van Bohr. Ja, iedere elektron kon maar in bepaalde banen zich bevinden. Ertussen kon niet. En ook hier krijg je dus dat die energie niet alles kan wezen. Ja, oftewel, ook hier is de energie gekwantiseerd. Ja, dit is dus een hele mooie verklaring van het atoom van Bohr. Als je beschouwt dat zo'n elektron is gevangen tussen twee wanden. En het onderste energieniveau, dat is de grondtoestand. En zie je dus dat hij wel het laagste niveau heeft een nulpuntsenergie. Oftewel, het kan niet lager. Een energie van 0 joules is niet mogelijk. Staande golven, golflengtes. En je hebt dus hier een staande golf en in feite een snaar met een lengte van L. Dat betekent dus dat je de golflengtes kunt berekenen. Want onderste is de golflengte gelijk aan 2 keer die afstand. Daarboven is je precies 1 golflengte, dus is gelijk aan L. Daarboven komt er weer 1 erbij, althans 1 halve. Dat betekent dus dat lambda is 2/3 van de lengte. En daarboven is je precies de helft van de lengte. Als je naar die uitdrukking van golflengtes kijkt, lijkt het een beetje cryptisch. Maar je kunt er iets moois mee doen. Kijk, als je nou het zo schrijft, dan zie je dus van, goh, het is iedere keer 2L en dan gedeeld door een getal. En een getal is precies een getal wat bij de energie hoort. Dus op die manier zit er een behoorlijke logica in. Hoe groot is de energie eigenlijk van zo'n kwantumdeeltje, van zo'n materiegolf? Nou, de energie van zo'n kwantumdeeltje, dat is gelijk aan de kinetische energie. Alleen de kinetische energie, want hè, we hadden deze. Hè, en op het horizontale deel had je dus geen potentiële energie, alleen maar kinetische energie. Dus we hoeven alleen maar de kinetische energie te berekenen, oftewel een half mv². Nou is de snelheid een beetje vervelend natuurlijk van, ja wat is een deeltje van een golf of wat dan ook. Oftewel, dat ga ik even iets anders opschrijven. En dit is iets wat nog wel vaak gebeurt in afleidingen. Dus let even op, de kinetische energie kun je op een andere manier schrijven.
Het eerste wat ik doe is links, maar boven en onder keer 2 doen. Lijkt een beetje vreemd, maar als je dus dit doet, dan krijg je dus als uitdrukking m van v kwadraat gedeeld door 2. Nou, lijkt sterk op een half mv kwadraat. Nu doe ik boven onder keer m. Lijkt weer een beetje willekeurig, maar je krijgt nu dat boven m mal v in kwadraat komt te staan. En waar is m mal v gelijk aan? Ik hoop dat je het nog onthouden hebt. Dat is een impuls. Dus de kinetische energie kan ik schrijven als p kwadraat gedeeld door 2m. Oftewel de energie van een kwantumdeeltje is p kwadraat gedeeld door 2m. Dat is stap 1. Maar we gaan even verder. Want ja, die impuls die wil ik eigenlijk nog wel kwijt zien te raken. En ik weet dat impuls die staat hier. Ja? De golflengte van zo'n materiegolf. De Broglie-golflengte is h gedeeld p. Dus voor de impuls kan ik schrijven dat het gelijk is aan h gedeeld door de golflengte. Dat vul ik in de uitdrukking voor de energie. Oftewel, de energie van het kwantumdeeltje is h kwadraat gedeeld door 2m gedeeld door lambda in kwadraat. Dus ik heb al niks meer met de snelheid erin. Maar wel golflengte, dus daar ga ik ook even mee bezig. Want wat was er ook weer de golflengte? Eventjes. Weer dit erbij en zie je dus dat golflengte kan schrijven als 2L gedeeld door dat getal. En het getal dat loopt op van 1 tot en met, nou, nog wat, hè. Dus golflengte is 2L gedeeld door N, waarbij N een getal is van 1, 2, 3, etc. Dat kan ik dus invullen voor de golflengte. Dat doe ik dan ook. Ja, let op, hè, kwadraat. Dus 4L kwadraat en N kwadraat. Dit hussel ik eventjes, want delen door een breuk is hetzelfde als vermenigvuldig met omgekeerde. Dus dat doe ik eventjes. Ja, je ziet dus hè, eventjes er nog bij. Kijk, ja, dit is een breuk. Ik deel door een breuk, oftewel dat is hetzelfde als maal het omgekeerde. Dit is het omgekeerde en doe ik maal. Dit eventjes anders schrijven. Dan krijg ik dus dat de energie van een kwantumdeeltje, van een materiegolf, gelijk is aan, dan staat hij n kwadraat h kwadraat gedeeld door 8ml kwadraat. Een behoorlijk pittige formule. Gelukkig staat hij in Binas. Ja, zoek hem even op, dan weet je waar je hem kunt vinden. Maar onthoud, het is afgeleid van e is een half mv kwadraat. Zo simpel kan het wezen. Wat kun je uit deze formule halen? Nou, allereerst, er staat n kwadraat voor. En dat geeft dus aan van, ja, het is gekwantiseerd. Het is niet dus dat je iets traploos omhoog kunt doen. Nee, het gaat inderdaad echt met 1, daarna hè, voor n is 2, 4 keer, daarna 8 keer, etc. etc. Ook is van belang de breedte van de put van de doos waarin is gevangen. Als die 2 keer zo breed wordt, wordt de energie 4 keer zo laag. En als je voor n 1 invult, dan zie je dus dat dit de nulpuntsenergie is. Ja, de laagste energie van een kwantumdeeltje. Lager kan niet. En hiermee kun je het atoommodel van Bohr dus mee verklaren. Het elektron in zijn laagste toestand, oftewel n is 1, de nulpuntsenergie, de grondtoestand. En als het elektron dan energie krijgt van straling, oftewel energie van h keer f, dan kan dus het elektron in de volgende baan kunnen komen, hè, voor n is 2, een aangeslagen toestand. Maar die kan dus alleen als die energie voldoet aan een specifieke waarde. Nou, precies gelijk aan de waarde dat hij van n is 1 naar n is 2 kan. Andere energiewaardes kan het elektron niet opnemen. Alleen deze, dus alleen deze frequentie. En daardoor ontstaat dus zo'n prachtig mooi absorptiespectrum. Oftewel, het absorptiespectrum, ja, is ook te verklaren door de energie van zo'n kwantumdeeltje. Zo, nou, laten we eens kijken of dat lukt. Net niet. Dan maar een keer beter proberen. Maar voorlopig is dit het. Bedankt voor het beluisteren en tot ziens.